Goeie, en welkom in het Politbureau, de 18e aflevering van het politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Jon Jan Dijkgraaf van Geen Pijl, de enigste listlokker die het in Friesland wennet. Het leek erop dat er net minder als 81 partijen meedwaan zonen onder Kamerverkiezingen in maart. Maar lang net al die splinters ben erin slagen om voldoende handtekens en geld bij elkaar te krijgen. Een van die nijkommers is Geen Pijl, mijn listlokker Jan Dijkgraaf van Yestergeer. Een bijzondere club. Zonder politici, zonder standpunten en met kamerleden die glippende stemkastjes binnen. Totale democratie. Of totale flauwekul. Ja, lieve TV, Jan Dijkgraaf, welkom in de studio, welkom in het politbureau. Hij krijgt jet 21 partijen toch maar van die nieuwe partijen niet aan melden hier voor de verkiezings. Eén daarvan is Geen Pijl. Zeker weten, ja. Enorme opluchting? Nee, ik had geen moment getwijfeld of we die ondersteuningsverklaringen zouden halen. 20 kiezersstrikken met je handtekeningen op, ja. Ellie. 19 moet je er echt hebben om cent uit voor politieke partijen te krijgen. En wij hebben Bonaire laten zitten. Die proberen we nog te herstellen deze week. Maar daar moet je eigenlijk bureaus inhuren die voor geld die dingen voor je ophalen. Nou, dat is een beetje tegen onze principes. Dus we hebben het in Nederland gedaan. We hebben er gemiddeld 50 per kieskring gehaald. Nou, ja. Je moest er 30 hebben. Dus dat, nee, en nog een flink bedrag. €11.250 betalen. Ja. 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 Totale democratie, totale flauwekul in het filmpje. Jo, vind je het de eerste? Uiteraard. Kan je al begrijpen dat ik meestal zeg een totale flauwekul? Nee. Omdat jou toch zelf eigenlijk een levend stemkastje willen worden. Ja, nee, dus een van de dingen die wij gaan doen is stemmen wat onze leden voor ons hebben beslist in allerlei micro-referenda. Dus in die zin ben je een stemkastje. Maar er zit natuurlijk onder dat stemmen zit een hele partij informatie die je met elkaar gaat delen van allerlei kanten. En ook een maatschappelijk debat op ons platform. Verder gaan we ook de regering controleren met bijvoorbeeld kamervragen. Dat horen de partijen niet. Nee, maar die stellen heel domme vragen. Die stellen allemaal vragen met vanochtend hebben we dit in de krant gelezen. En heeft u dat ook gelezen? En wat vindt u daarvan? En dan kan je altijd wegglippen als minister. En wij hebben WOP-experts, dus experts op het gebied van wet, openbaarheid, bestuur. Die zeg maar goede vragen gaan stellen en die er ook heel erg de tijd voor nemen. Dus we gaan niet heigerig achter de telegraaf aan, maar we gaan de diepte in met die vragen. Maar vragen stellen? Stemmen, maar net debatteren. En dat is dan eigenlijk een wezen van een volksvertegenwoordiger. Deze dingen die gaan we initieel doen, dus op het moment dat we beginnen. Daarnaast gaan we allerlei andere dingen doen die de leden willen. Dus dat kan ook zijn een parlementaire enquête aanvragen, een wetsvoorstel indienen, theoretisch ook regeren. Niet de eerste periode, maar de volgende. Maar nooit debatteren. En ik kan ook heel goed uitleggen waarom niet. Ik volg de politiek 40 jaar. Ik ben 54 jaar. En er is nog nooit in die 40 jaar een debat geweest waarbij ik heb gezien dat meneer A door meneer B werd overtuigd en anders ging stemmen dan. Maar je moet ook compromissen sluiten. Dat ken je ook nog net, want joh, maar we hebben er allemaal mee. In die debatten waar we het over hadden, sluit je geen compromissen. Die debatten zijn showtjes, zijn theaterstukjes. Compromissen sluiten dat moet, is ook omdat dat nu zo gaat. En dat is wat je steeds ziet bij ouderwetse reacties op ons. Het gaat nu zo in Den Haag, dus moet het. En wij zijn eigenlijk juist tegen compromissen. Maar compromissen maken sletten weer in de Nederlandse politiek, omdat er zoveel meningen binnen, omdat er zoveel partijen binnen. Nee, die moeten gesloten worden omdat dat partijen vinden dat ze in een coalitie moeten zitten en dat 4 jaar lang moeten volhouden. Nou, je hebt nu gezien dat dit kabinet, wat in de Eerste Kamer geen meerderheid had, allerlei deeltjes met de oppositie heeft gesloten. Een compromis sluiten is op zich niks mis mee als het gaat om één onderwerp. Maar dat is niet wat hier gebeurt. Wat in Nederland gebeurd is, jij hebt de hypotheekrenteaftrek waar we van af willen. Jij hebt de zorg die ik van jou wil hebben en dan gaan ze uitruilen. En een compromis is, we hebben het over de zorg en dan sluit je een compromis over hoeveel geld besteed je waaraan, maar alleen over de zorg. En hier worden allerlei dingen die niks met elkaar te maken hebben tegen elkaar uitgeruild. Wil je een motie indienen, dat is goed, maar dan moet jij met die motie met mij meedoen. Het probleem begint bij jou, bloot natuurlijk wel dat je met een partij zonder standpunten, zonder programma. Wil je als persoon vaak uitspritsen? Ja, wij hebben wel een verkiezingsprogramma, dat is 5 woorden en dat is de kiezer is de baas. En het is een grof schandaal dat nodig is in Nederland, dat de kiezer weer de baas wordt, want dat is de kern van democratie. Ik heb zelf een mening en die blijf ik ook houden, buiten de Tweede Kamer. Maar in de Tweede Kamer ben ik vertegenwoordiger van mijn volk en dat zijn de leden van Geen Pijl. En ik heb geen enkele moeite om dat te scheiden. En ik wil dat graag met een voorbeeld staven. Als Geert Wilders met zijn vrouw thuis zit te praten, zal hij nooit zeggen de Koran moet verboden worden. Dat zegt dus die heeft privé een andere mening dan in de Kamer waar hij zegt Koran verbieden. Ja, dat wil je dan ik. Maar hoe vier je dan bijvoorbeeld? Had de meerderheid van je leden zoiets van waterboarden van gevangenen, ja, vieren daarin? Goeie vraag. Stem je dan voor? Nee, ons moreel kompas is het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En zaken die in strijd zijn met dat verdrag zullen wij nooit voorstemmen.
Nou, als je dan bijvoorbeeld Wilders aan de macht krijgt, neem maar wat, en die site van immigratie of invieren van immigratie, zo'n land, immigranten, wat Trump nou bijvoorbeeld zien had, je ziet, hij brengt het die stemming. Je ziet wat er in Amerika gebeurd is. Rechters draaien dat voor een deel terug. Dus dat betekent dat het in strijd is met de wet. En wij gaan geen dingen doen die in strijd zijn met de wet. Dat is toch een buffet van onvermogen. Ik wil toch weten wat de partij, weet ik misschien wel op stem, geen pijl ervan vindt. Weet je, je bent zelf de partij. Als jij morgen of volgende week een stemwijzer invult, dan zal je zien dat de partij die bij jou op één staat, die scoort maximaal 70%. Dus dat betekent dat je een 30% oneens bent met de partij die bij jou op één staat. Nou, wat je bij ons kan doen, is uiteindelijk in dat stemsysteem, hè, want je hebt 4000 stemmingen per jaar. Je kan bijvoorbeeld zeggen, op defensie ben ik een VVD'er, op zorg ben ik een SP'er en op het gebied van arbeidsmarkt ben ik een PvdA'er. Bij ons kan je dan je stem delegeren op die gebieden aan die partijen en je kiest zelf de momenten dat je echt zelf wil stemmen en onderdelen. Of we dan regionale zaken hebben bijvoorbeeld, hè? Ja. Frieskin en Groenwet, IJsikin. Je hoort ik een thema. Hoe gaan de leden daarmee om? Hoe gaat het geen pijl ermee om? Op het moment dat er een wetsvoorstel wordt ingediend om Fries zeg maar, niet langer tweede taal te laten zijn, dan mag dat. Dat is volgens mij in strijd met niks. En dan is het heel simpel zo dat de macht van het getal het bepaalt. Dus dan, daarom zeg ik ook tegen alle Friezen, word vooral lid van ons. Maar dat ga ik ook in Groningen zeggen tegen die slachtoffers van de gasboringen. En dat ga ik in Zeeland zeggen tegen mensen met de Hedwiegespolder. Je hebt bij deze partij zelf de touwtjes in handen. Dus het probleem is natuurlijk, als ik een stemmer ben, stel je voor, ik zou stemmen op geen pijl. Ik weet net wat die orenstemmers, die orenkiezers van geen pijl. Misschien ben ik het er wel helemaal mee oneens. Dat klopt. Als jij nu VVD stemt, dan kies je voor het verkiezingsprogramma van de VVD. En de dag na de verkiezingen wordt de helft van dat programma uitgeruild met andere partijen. Dus je hebt ook op iets gestemd waar je het maar voor de helft mee eens bent. Dat is bij de laatste keer gebeurd. Nooit meer VVD, nooit meer PvdA. Maar bij geen pijlsysteem kun je nou zeggen van ik wil voor een bepaald thema lid. Ik mobiliseer een heel soort mensen. Heel goed gezien. We stemmen en we lid al. Heb je heel goed gezien. Extreemrechtse groepering. Je hebt bij ons een wachttijd van een maand. Dus je kan nooit zeg maar, voor de gelegenheid even snel lid worden. Maar je weet er wanneer het stempunt. Je kent dus ik ter. Ja, maar meestal zijn dit soort stemmingen zijn spontane moties. Maar is het risico, wat anders volgens mij bedoeld, net heel erg Rutte, dat geen pijl kaapt het toch? Belangengroepering, ideologische groepering. Dat kan als je maar 100 of 1000 leden hebt. We hebben er nu in 47 dagen al 3100. En ons doel is om de grootste partij van Nederland te worden. Dan moet je 50.000 stemmen of leden hebben. De CDA heeft dat nu. De 50PLUS heeft er bijvoorbeeld 6000. Het risico van kapen wordt teniet gedaan door de massa. Dat maakt al je nog maar. Nou, dat gaat ook gewoon gebeuren. Wij hebben op 15 maart 10.000 leden. En er zijn in Nederland misschien 200 linkse gekkies en misschien 200 rechtse gekkies die in staat zijn om te kapen. Die moeten dan eerst €12 betalen. En wat ook belangrijk is, hun gegevens zijn bij ons bekend. Dus waar je zeg maar, kan schreeuwen op internet onder een trollnaam, kan je dat alleen maar doen als officieel lid. We hebben geen anonieme mensen. Dus dat betekent als je gekke dingen gaat roepen, doe je dat wel onder eigen naam. Maar stel dat maar dat jij is wel het rjocht van een lid van geen pijl. Tuurlijk, maar dat is toch niet erg, want we hebben nog zoveel meer leden die de gekkies wel wegfilteren. Dus als jij vindt dat we iets voor Friesland moeten doen en je mobiliseert genoeg Friezen om mee te doen met je, dan zijn ze bij ons hartstikke welkom. Dan woon je dat waar ik hier in. Thierry Baudet wil dat ik. Maar Forum voor Democratie. Jan Roos wil het maar voor Nederland. Hier het volle handen geweest dat je een bijlkelgang wint. Is het een ego-strijd? Werd je van CES dat gevestigde partijen? Dat Jim die ik, hè? Thierry Baudet en Jan Roos leiden een rechtse partij. Zeg maar, dat zijn alternatieven voor de PVV alleen. En wij zijn een partij. Nou, jullie hebben zelf net 3 minuten lang betoogd dat wij door links gekaapt kunnen worden. Wij zijn, of rechts. Of door rechts. Maar wij zijn dus geen links- of rechtse partij. Wij zijn een partij waar iedereen lid kan worden. En hoe dat in de praktijk zal uitvallen bij stemmingen, dat gaan we wel merken. Okay. Heel kwaad. Hoeveel zitten? Heel kwaad. Ja. Hoeveel zetels? Ja. Nou, voor 3 gaan we. Oké. Okay. Nou, we zullen het zijn. 5 maart, dat is de ultieme peiling. Ik van geen. De enige peiling die ertoe doet. Precies. Ja. Dit is even zijn wat Gerco van Beek is cartoonist van Geen Pijl en Dijkgraaf zijn verhaal teken het. Pijlen te roepen. Jan Dijkgraaf, hartelijk dank voor je komst naar het politbureau. Voor het belang van Friesland wil ik ook graag dat je voorlopig in Friesland in eerste keer naar het blauwe. Ik blijf daar voor eeuwig wonen. Ja. Nou, dat hebben we noteerd. Ja. Dank u wel. Ons zag hier het politbureau van deze week. Takken Mieke Bevendewer, graag ontdekt.